Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld dus aan een iPad, een device met eindeloze mogelijkheden. Maar hoe werkt het eigenlijk? Mijn naam is Eveline en in dit filmpje laat ik je zien hoe je bij een foto extra informatie vastlegt door erbij te schrijven of te tekenen. Digitaal annoteren is een handige functie die leerlingen kunnen gebruiken bij het maken van lesopdrachten. Bij het rekenen bijvoorbeeld. Maak een foto van een som die je hebt uitgewerkt met materiaal. Kies in foto's de foto die je wilt bewerken. Tik op de drie puntjes rechtsbovenin en tik op markeren. Met je vingers of een zogenaamde stylus kan je op een scherm schrijven, tekenen of iets omcirkelen of onderstrepen. Je kunt zelfs de kleur van de markeerstiften aanpassen zodat je annotatie beter zichtbaar wordt. Sla de annotatie of bewerking op door op gereed te tikken. De bewerkte foto staat gewoon vindbaar tussen je andere foto's op het apparaat. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan verder op de website van de Rolfgroep.